Hallo reviewvrienden, hoe is hij daar? Hier is hij, lekker. Ja. Positief geluimd, heet dat geloof ik. Dat ben ik. Ik ben positief geluimd. Wat eigenlijk geluimd is, weet ik niet. Maar van mij nou een moer uit, want ik ben namelijk positief geluimd. Ja, dat maakt hem ook helemaal niks uit wat het eigenlijk betekent. Behalve dat het positief is. Wat een slap lul van alles is. Nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons zachtmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Eén zak snoep. Ah, ik snap het. Je hoeft natuurlijk niet verschillende snoepjes te kopen als er verschillende snoepjes in een zak zitten. Dit zijn de bekende minis. Van de bekende reepjes. Van de reepjes die je bij het tankstation koopt. Ik niet natuurlijk. Ja, ik niet. Want ik hou niet van chocola. Tenminste, van die vieze melkchocola waarvan dit allemaal gemaakt is. Maar heel veel mensen kopen dat wel bij het tankstation. Stik van de reep in het tankstation. Alleen geen minis, dat zijn hele grote. Wie kopen dat nog meer? Ik denk dat dat... Is dat niet een beetje uit dat je een Mars koopt? Of een Raider? Nee, die heet geen Raider meer. Dit een Twix. In mijn tijd, lieve kinderen, heette de Twix een Raider. Ja. En weet je waarom dat veranderd is? Nou, oom Jan, vertel eens even uit eigen werk. Omdat een Raider, dat was zoiets als een beursbengel. Iemand die op de beurs zaken deed. En zoveel mogelijk geld wilde verdienen. Ja, dat lijkt me ook normaal als je daar zit. Lijkt me überhaupt wel normaal. Maar goed, ik ben ook een kapitalist. Alleen dat vond men een beetje negatief. Beursbengel voor een stukje chocola met koek erin. Dus toen hebben ze er maar Twix van gemaakt. Ja. Schoon. Ik ben een wandelende encyclopedette. Amen. Welke zit erin? De Twix dus. De Bounty, de Mars, de Milky Way, de Snickers. Dat was het. Aan de onderkant staan dezelfde dingen nog een keer op. Dan gaan we die gewoon proeven. Want dit blijft een reviewkanaal. Dus ik haal hier een Milky Way, een Snickers, een Mars, een Bounty. En welke heb ik nou nog meer nodig? Even kijken, waren er nog drie? Ja, een Twix. Twix, hallo, Twix. Ja, hier, aan deze kant. Zo, dan flikkeren we die andere zak weg. Dit is toch allemaal van Mars? Dit is toch een, ja, van Mars Nederland BV is dit allemaal. Nou, hop. Welke ken ik niet? Nou, ik ken ze allemaal natuurlijk wel. Want ik heb ze allemaal gegeten toen ik nog jong, fris en slank was. De Twix is karamel en een cookie. De Bounty is koppig. Oké. Ik ga nu al mezelf even verbeteren. Gebeurt de beste mij wat vaker dan anderen waarschijnlijk. Ik koop af en toe wel bij het pompstation een reep. Echt waar. De Bounty. Maar dan de rode Bounty. Dat is Bounty puur. Maar goed, de Bounty met kokos. De Mars heeft volgens mij alleen maar karamel en een zacht spulletje erin. Weet ik wel wat het is. De Milky Way heeft volgens mij alleen maar een zacht spulletje erin. En de Snickers is met pinda's. Nou, hartstikke leuk. Ik begin met de Milky Way, want die heb ik namelijk het minst van mijn leven gegeten. En die heb ik het minst van mijn leven gegeten, omdat ik hem volgens mij het minst lekker vind. Want wat zit er nou in de Milky Way? Hier heb je zo'n reepje. Dit. Wat is het? Wat is dit? Een Milky Way. Is dan de melkweg. Wordt dat melkweg genoemd omdat in dit prutje dan melkweg of melk zit? Ik weet niet, maar ik vind het erg. Het is nu mijn hele strot begint dan bij elkaar te knijpen. En die zegt, gadverdamme, geen melkchocola. Dat Achmed dan ook weer een hele zak opstuurt. Het is allemaal niet zo aardig. De Milky Way is gewoon geen reet aan. Er gebeurt hier niks. Dat spulletje wat erin zit, dat is alles. Dat maakt het helemaal niet leuk. Dat maakt het oninteressant. Het is, ja, een vieze zoete kledder. Hebben we de Mars. Wie kent de Mars niet? Iedereen. De Mars. Het is hier karamel. En daaronder zit ook van die kledder, alleen een bruine kledder. Waar hier lichte kledder is, is hier bruine kledder. Het zou me niet vermazen dat er in de Milky Way wat een beetje met melk bij zit. En dat het daarom lichter is. Maar misschien is dat gewoon gelul. Omdat ze gewoon dachten, ja,
Milky Way, een leuke naam. Ja, ik weet het toch ook niet, ik werk toch ook niet bij Mars. De Mars, die kennen we wel. Waarom vind ik de Mars niet lekker? Melkchocola, dit is ook een beetje op melkchocola gebaseerde prut. En karamel, Rieke Kotse, vrouw Mian. Twee halve minis. En deze jongens, die moet al bijna naar het potje rennen. We gaan gewoon door. De Bounty. Ik hou van Bounty puur, maar melk is ook niet zo heel sterk, hoor. Ik vind die kokosvulling heerlijk. Ik vind de combinatie chocola en kokos heerlijk. En de pure is geweldig. Oh, ik ben helemaal een beetje spuugerig alweer. Zo'n grote, volwassen, dikke vent. 3,5 minis. Bijna dood. Ben je geen oorlog mee? Tijd voor de sneakers. Sneakers. Goed repie. Pinda's. Karamel. Pinda's. En ook een beetje van die fluffige bende. Maar dat is nu bijvoorbeeld het verschil. Met die Milky Way is het veel fluffige bende. Hier karamel en pinda's bij. Combinatie chocola pinda's. 10. Prima repie. Last but not least. De Twix. Voormalig reder. Het brandt helemaal in mijn keel, die melkchocolade. Nou, hier is een koekje in. Een koekje. Karamel. En chocolade. En ik zeg het al. Koek, chocola, karamel. Prima combinatie. Weer goed. We hebben hier 5 afgekloven minis. Dat betekent dat Omian 2,5 mini in het huidje heeft gedouwd. Ik zal jullie niet vermoeien met hoe ik me voel op dit moment, maar het is niet prima. Enfin, tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes, ja, dat is. Ja, dat, heftig, heftig. Want ik vind sommige heel erg smerig en sommige heel erg lekker. De Milky Way, die krijgt van mij een 3. Waarom? Niemand heeft zijn best gedaan. Leuke naam. Milky Way. Leuke naam. Maar het product aan zich stelt geen ene rukko voor. Daar vind ik gewoon echt niks aan. Ik heb gewoon een 3. Echt. Met de Mars, ondanks dat heel veel mensen gek zijn op Mars, heb ik ook niks. Want het is ook alleen maar fluffy en karamel chocola. En ik kan er niet zo goed tegen. Het geeft mij meer dan misselijkheid niets. Ik vind het ook niet zo echt zo heel erg lekker. Die krijgt voor mij een 5. Ja. Een 6 voor de Snickers. Waarom? Pinda chocola, prima combinatie. Zit alleen karamel in. En voor karamel moet ik altijd een beetje braken. Maar Snickers is wel gewoon. Ja, is gewoon prima. Is gewoon een 6. Niks aan de hand. Een 7 voor de Twix. Ja, hier zit ook karamel in. Dus lekker hypocriet. Maar de Twix is een prima repie. Koek, chocola en karamel. Is gewoon prettig, joh. En het fijne is, als je dus een grote verpakking krijgt, krijg je hier 2 van. Die heb je ook met de Bounty. En ondanks dat het waarschijnlijk net zoveel is als 1 van die andere repen, voelt het alsof je meer hebt. En de absolute winnaar is de Bounty. Waarom? De vulling. Die kokosvulling. Godzame kraak, wat is dat lekker. Ik vind die kokosvulling heerlijk. De Bounty puur, die zou van mij een 9 krijgen. Maar deze is niet puur. Dus deze die krijgt een 8. Bounty puur. Is goed voor je. Ik weet niet, het zal helemaal niet goed voor je zijn. Het zal waarschijnlijk heel slecht voor je zijn. Maar het is heel lekker. En het idee dat een kokosnoot een vrucht is, maakt het ook een beetje gezond. Mooi, hè?